Ik geloof dat in Nederland de emigratiebeurs gaande is. En waar je weinig over hoort, dat is digitale emigratie. Dat lijkt triviaal, simpel en dat is het niet. Als je bijvoorbeeld een paar abonnementen hebt en je wil die verhuizen. Ik denk aan Netflix, ik denk aan Disney Plus. Verhuizen in de zin dat je ze niet meer wil betalen met je Nederlandse of Belgische creditcard maar voortaan wil betalen met de creditcard die je hebt in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan zul je zien dat bijvoorbeeld Netflix en Disney Plus, maar ook wel dingen als Apple Cloudware zeggen: "Ja, als u een kaart gebruikt uit de Verenigde Arabische Emiraten, dan krijgt u ook de restricties die daarbij horen en natuurlijk de extra diensten in het Arabisch die daar ook bij horen." Nou, in het Laatste, met het laatste ben je meestal niet heel blij. Uh, de extra diensten in het Arabisch. Het eerste is vaak wat vervelend en soms zelfs heel erg lastig. Dat geldt met name bij bijvoorbeeld als je met je creditcard een boel websites betaalt en besluit om die om te zetten naar je UI-creditcard. Daar doen veel van deze providers bijzonder moeilijk over. Het kan handig zijn om vooraf je te laten voorlichten. Over wat kan en wat mag, en wat je eventueel in Nederland of België aan mag houden. Daar zitten wat verrassingen bij. Diensten waarvan je verwacht dat het eenvoudig is, doen vaak moeilijk. Het omgekeerde is gelukkig ook waar. Een aantal diensten heb ik mee mogen maken waarvan ik dacht, dat zal wel niet lukken, bleken eigenlijk heel probleemloos te kunnen worden betaald met een UAE creditcard